NXP investeert 20 miljoen euro in de fabriek in Nijmegen. Een tijdje geleden was het nog niet zeker of de chipfabrikant in onze stad zou blijven, maar vorig jaar werd al eens 12 miljoen euro gestoken in capaciteitsuitbreiding. Daar komt dus nu 20 miljoen euro bij. Het geld is bedoeld voor de aanschaf van nieuwe machines en het creëren van 10 tot 20 nieuwe banen. Met name de zelfrijdende auto's maken de vraag naar de Nijmeegse chips groter.